Hey, en wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik de eerste zwangerschapsupdate video voor je. En daarin ga ik vertellen over week 4 en week 5 van de zwangerschap in een soort van update vorm. Zoals je ze in de nabije toekomst ook meer zult gaan zien op mijn kanaal. En daarnaast heb ik geheime vlagbeelden in deze vlag gemonteerd. Het is dus een hele uitgebreide vlag in totaal van ongeveer in real life zeg maar 3 weken tijdsbestek. En het is dus ook net wat anders dan hoe je de komende weken de video's gaat zien. Of komende weken, ik denk komende dagen. Want ik heb gisteren natuurlijk de aankondiging met jullie gedeeld. Vandaag dan de eerste vlog, die is dus behoorlijk uitgebreid. En dan daarna volgen elke keer wekelijkse updates van elke week zeg maar dat ik wat gefilmd heb. En dat is meer een soort van klets-update met af en toe wat vlagbeelden tussendoor. Om nou ja, jullie te vertellen hoe ik mij voelde in die weken. En zoals ik in de video van gisteren al zei, is het wel wat regelmatiger. Want de volgende video, als jij dit nu op maandag kijkt en die online komt, komt die op woensdag alweer online. En zo heb ik het wat vaker gedaan dan normaal. Dus ik hoop dat je het leuk vindt. Ik ben heel benieuwd wat je van de vlagbeelden vindt. En laat me het ook even weten hieronder in de reacties. Mocht je vragen hebben, ook uiteraard. En wil je mijn avontuur in deze zwangerschap nou ja, blijven volgen? Abonneer je dan gratis op mijn kanaal. Zou ik super tof vinden. Doe ik even een duimpje omhoog. En zou ik zeggen, veel plezier met kijken. Het is maandag 30 juli vandaag. En ik ben voor de eerste echo geweest. En ik heb hier de echo. En het is nog heel moeilijk te zien, maar dit hele kleine zwarte puntje en hier ook is de zwangerschap. Het vruchtje. En het vruchtje zit op de goede plek. Ik ben vandaag ongeveer 5 weken zwanger. Dat is altijd moeilijk te bepalen als het nog zo klein is, begreep ik. Maar ja, het zit op de goede plek. Het zit gewoon goed in de baarmoeder. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Over 2 weken krijg ik opnieuw een echo. Dat is een dag voor Max' verjaardag. En een dag nadat we het gaan vieren. En we hebben nu besloten dat we het wel gaan vertellen voordat we die echo hebben. Aan onze dichtstbijzijnde familie. Dus mijn ouders, Michael's ouders, opa's en oma's. En broers en zussen dat zeg maar. Dus, of zussen hebben we eigenlijk alleen. Maar ja, dan gaan we het wel vertellen. Omdat we ze dan allemaal in één keer zien en omdat we het niet goed langer geheim kunnen houden. Maar goed, dat doet verder niet toe. Dus dat, ja, dat is heel mooi. Maar ik moet wel zeggen dat ik toch wel een beetje voorzichtig ben. Nu ik weet dat het goed zit, is het op zich goed natuurlijk. Maar ja, een echo zonder een kloppend hartje is toch een beetje gek. En dat heb ik vorige keer met Max ook niet gehad. Toen had ik de eerste echo volgens mij pas rond 9 weken. Maar goed, het is nu natuurlijk allemaal net iets anders. En ja... Heel spannend. Dus nee, we gaan het zien. Ik zal ook even vertellen. Ik ben dus nu ongeveer 5 weken zwanger. En ik weet dus nu precies een week dat ik zwanger ben. Ik ben al behoorlijk misselijk. Maar wel minder misselijk dan bij Max heb ik het idee. Maar tenminste naar wat ik me herinner. Want volgens mij was ik de vorige keer echt als direct in het begin super misselijk. Maar goed, wat niet is kan nog komen. Dus fingers crossed. Maar goed, ik voel me verder wel... ja, wel redelijk goed. Ik begin al wel weer wat meer moe te worden. En haaruitval heb ik behoorlijk. Dat valt ook wel echt op. Ja, en vooral gewoon misselijk. Maar het is allemaal goed te doen. Ik doe gewoon alles wel. En op mijn dagen met Max doe ik het gewoon even wat rustiger aan nu. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik nu eigenlijk, want Max ligt nu net in bed. We komen... Kijk, het is nu iets over 1 en we waren om iets over 12 terug vanuit het ziekenhuis. En ik voel me nu ook echt moe, dus ik denk dat ik zomaar even rustig aan ga doen. Ik heb al een tijdschriftje gepakt, kan ik lekker gaan liggen en even niks doen. Dus ja, dat was zover nu. En ik hoop over 2 weken dat we een heel mooi klappend hartje zullen horen. En ik ben ook heel benieuwd naar de reactie van onze familie en natuurlijk ook onze vrienden, want ik denk dat niemand dit op dit moment verwacht, dus ja, wij ook niet, dus ja, laat staan anderen. Ja, superleuk. En de gynaecoloog was ook helemaal blij dat ze mij zag, was echt leuk om te zien. Ze zegt, ja, ik kan je nog niet helemaal officieel feliciteren, want we hebben nog geen hartje gehoord, maar toch wel gefeliciteerd. Want dit is dezelfde gynaecoloog die ook de kiezen heeft ontdekt en dergelijke, dus ja. Ik zei de volgende keer dat ik bij jou kom, kom ik met goed nieuws, goed?
Dus dat hadden we afgesproken en dat was nu het geval. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Maar goed, dat voor nu, want ik ben alweer veel te lang aan het kletsen. Tot de volgende update. Ik lig hier nu op de bank en ik denk ineens, misschien moet ik ook wat over mijn eerste zwangerschapssymptomen vertellen. Van de eerste week, zeg maar, van week 4. Want ik heb er zelf natuurlijk ook op gegoogeld en dan zie je dat er gewoon niet heel veel te vinden is over een hele prettige zwangerschap. Dus vandaar dat ik dacht, daar deel ik even wat over. Goed, en wat waren dan die hele prille zwangerschapskwaaltjes? Het eerste waarmee je begon, was eigenlijk voordat ik de zwangerschapstest deed, was dat ik een beetje een weeëngevoel had in mijn buik. Ik heel erg een rommelende darmen, zeg maar, zo zou ik het willen noemen. En heel, een beetje alsof ik een beetje ziek aan het worden was, zeg maar, dat gevoel. Weet je, alsof je buikgriep krijgt, maar dan niet echt. Dat idee had ik een beetje. Dus ik had ook al een eerdere test gedaan, die was negatief. Dus ik dacht, nou ja, niks aan de hand en ik zal wel ziek worden, het gaat wel weer over. Nou ja, en dat was op vrijdag en ik heb uiteindelijk dus maandag positief getest. En dat weekend toen voelde ik me ook eigenlijk al een beetje, ja, zo. Ik had gewoon een beetje last van rommelende darmen en ik had ook wat diarree. Dus ik dacht dat ik gewoon inderdaad ziek ging worden. Maar dat was dus gelukkig niet zo. En die rommelende darmen bleven en die heb ik nu nog wel een beetje, maar dat is al wel minder nu ik dus in week 5 aanbeland ben. Dus dat was wel echt iets van week 4. En ik was de eerste dagen nog niet zo misselijk. Dat werd eigenlijk pas vanaf woensdag, donderdag dat ik echt misselijk begon te worden. En nu is dat nog steeds, maar het is wel op en af. Het is niet elke dag even erg. En ook niet de hele dag door gelukkig. Het is wel op en af zoals ik al zei. En wat viel me verder nog op in de eerste week? Ja, vooral die rommelende darmen en de diarree. Niet zo, een beetje TMI misschien. Maar ja, dat eigenlijk. En zoals ik net al zei, haaruitval begon natuurlijk ook. Ik begin al wel wat last te krijgen van mijn tandvlees. Dat had ik de vorige keer ook. Dus als het verder vordert, dan moet ik ook maar even weer kijken. En laat ik weer andere tandpasta krijg. Maar goed, daar zal ik later nog wel een keer meer over vertellen. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste van week 4. Oh ja, en, nee, nog één ding. Ik had steken zo rechtsonder in de buik. Elke keer van die steken en van die, alsof je denkt van, oeh, dat zit niet helemaal lekker. Weet je, het gevoel alsof je ongesteld wordt en dan met af en toe een steek. Dat had ik ook. Maar dat heb ik gegoogeld en dat bleek wel normaal te zijn. Dus ja, dat was wel het belangrijkste. Zo, ik ben mijn eerste vlog weer aan het maken sinds onze vakantie. Dus het is al best wel een lange tijd geleden dat ik dat heb gedaan. En ik vertel daarin natuurlijk nog niet dat ik zwanger ben. Dus dit is een onderdeel wat je later ziet. Maar dat is een beetje duf dat ik dit nu vertel, want je kijkt het nu. Maar goed, anyways. Ik ben dus nu ongeveer 6 weken zwanger. En ik zit nu even op mijn bank. Max ligt in bed en over ongeveer 1,5 uur komt iemand hier bij ons langs en dat is de dame van Moeders voor Moeders, want daar wil ik ook deze keer weer graag aan meedoen en ik vind dat gewoon een goed doel. Ik draag dat wel een warm hart toe, met name omdat ik zelf ook altijd bang was om dat het niet zou lukken om kindjes te krijgen van mezelf, zeg maar, om het helemaal uit mezelf te kunnen doen op de natuurlijke manier. En omdat ik in mijn nabije omgeving ook een aantal mensen ken die moeite hebben met zwanger worden. En daarom wil ik dus graag ook meedoen aan Moeders voor Moeders. En vind ik het een kleine moeite. Dus zij komt straks langs. En dat vind ik wel leuk. Gewoon een leuk momentje weer. Ergens een beetje melkvaal misschien. Nou ja, en volgende week, dat heb ik volgens mij al verteld, gaan we dus weer naar de gynaecoloog voor een echo. En dat is wel leuk om te vertellen. Inmiddels heb ik ook het rompetje laten drukken door een goede kennis van dit van mij. Die ik ken van de zwangerschapsyoga van Max toen. En zij heeft een mooie tekst op het rompetje gedrukt. En dat is, pst, ik heb een geheimpje, staat op de voorkant. En op de achterkant staat, ik word grote broer. Dat is echt superleuk. Dat gaan we Max aandoen met zijn verjaardag. Want aanstaande zondag vieren zijn verjaardag. En maandag krijgen we dan de echo. Dus dan gaan we het zondag alvast vertellen aan de mensen die dan komen. Dus super spannend. En ik ben heel benieuwd naar de reacties. Nou ja, verder qua symptomen nu, week 5, 6... Ja, ik ben wel met vlagen wat misselijk, maar lang niet zo misselijk als de eerste keer bij Max. Zo was ik echt veel misselijker. En ik ben vooral gewoon heel moe. En dat is het ding wat ik nu wel, ja, waar ik het meest last van heb, zeg maar. Dat ik gewoon, eigenlijk de hele dag wel wil slapen. Ik voel me gewoon heel zwaar en alles gaat langzaam en ja, gewoon vermoeid. Alleen als ik dan 's avonds naar bed ga, dan kan ik niet zo goed slapen. Dus dat is wel lastig, want
Ik ben zaterdag bijvoorbeeld ook tussendoor gaan slapen. Toen Max sliep ben ik ook gaan slapen. Maar toen kon ik gewoon s'avonds echt helemaal niet slapen. Toen heb ik gewoon eerst 2 uur wakker gelegen of zo. Nou, dat vind ik echt veel vervelender. Dus ik wil even kijken hoe ik dat nu ga doen op de mama dagen. Maar als het me lukt om wakker te blijven, want ik ben gewoon zo moe overdag, dan ga ik dat maar proberen. Want op mijn werkdagen kan ik natuurlijk ook niet slapen. Dus, en ik heb morgenavond afgesproken met een vriendin om uit eten te gaan. En dat vind ik dan al zo lastig, want super leuk natuurlijk om uit eten te gaan met een vriendin, maar ik heb het haar niet verteld. En ik ga het haar ook nu nog niet vertellen, maar ik ben dan waarschijnlijk gewoon super moe. En ja, wat zeg je dan? En normaal gaan we altijd sushi eten. Ja, dat gaan we nu dus ook niet doen, want ja, dan kan ik bijna niks eten en dat valt natuurlijk ook wel op. Dus zij had zelf al gezegd, misschien moeten we een keer wat anders doen dan sushi, dus daar was ik wel blij om. Want ik dacht, ja, anders dan valt het ook zo op als ik, dat ik geen rauwe vis eet, zeg maar. Dus ja, dat is wel zo'n beetje voor deze week. En ik kijk echt uit naar zondag en nog meer uit naar maandag. Maar goed, dus nog een weekje wachten. Zo, de informatrice van de Moeders van Moeders is zojuist weggegaan. En ik heb hem. Ja! Gefeliciteerd! Superleuk! De test kwam echt al direct positief uit. Hij was nog niet eens helemaal doorgelopen en pam, er stond er al een streepje. Dus helemaal blij. En als je je aanmeldt voor Moeders voor Moeders, is misschien wel leuk om te laten zien. Momentje. Als je je aanmeldt voor Moeders voor Moeders, dan krijg je ook zo'n heel leuk pakketje. En deze heb ik de vorige keer ook gehad, dus ik weet al wat erin zit. Er zit een heerlijke zachte wikkeldoek zit daarin. Die je als dekentje kunt gebruiken voor het kindje. En die test dus. En daarnaast hebben ze een samenwerking met David de Moon. Dus dan krijg je nog van die tabletjes. En een samenwerking met prenataal. Dan krijg je dat schetsje. En wij zwanger. Superleuk. Dus die ga ik ook maar eens lezen. En dan is het dus nu steeds echter. En dat vind ik gewoon heel raar hoor. Want ik voel natuurlijk echt niks. Ik ben wel wat misselijk en ik ben heel moe. En in de war en zo. Maar ja... Het is toch nog een beetje onrealistisch. Dus zo wordt het langzaamaan toch iets realistischer. En super leuk om de dame weer te zien. Want die ken ik natuurlijk. Of ken ik, ja, zo goed ken ik haar natuurlijk helemaal niet. Maar ze was de vorige keer hier ook. En ik heb toen ook contact met haar gehad. Ik ben een paar keer bij haar thuis geweest. Omdat ik toen de kannen nog niet thuis wil hebben. En nu heb ik echt zoiets van, weet je, prima, breng maar gewoon aan huis. Net zo makkelijk. En de buren vertellen we het gewoon wel binnenkort. Dus helemaal leuk. Dan het belangrijkste. De kan om het mee op te vangen. En die heeft ze me zojuist natuurlijk ook gegeven. Daarnaast krijg ik natuurlijk de kratten nog thuis. Of 1 krat, begreep ik. Die komen ze over anderhalve week brengen. Want het is nu dus zomerstop. Zomervakantie. Yay! Hoi lieve mensen. Ik zit nog steeds in week 6. En ik ben zo moe. Ik ben zo moe. Het is vandaag de donderdag. En het is dus een werkdag. En zoals je kunt zien ben ik niet op het werk, maar ik ben thuis. Ik heb vanmorgen wel op het werk gewerkt en gelukkig kan ik ook af en toe thuis werken. Maar ik ben gewoon zo ontzettend moe, dat het gewoon al die prikkels, ik kan het niet aan, joh. Dus daarom denk ik af en toe wel, hoe ga ik het in godsnaam nog 10 weken zo volhouden? Maar goed, dat gaan we zien. Hopelijk gaat die vermoeidheid iets eerder over dan de vorige keer. Ik kan me niet herinneren dat ik de vorige keer zo ontzettend moe was. Ik ben nu echt vooral overdag, dan als ik gewoon bezig ben... Alles is zwaar, alles is vermoeid. Ik heb nergens geen zin in. Ik ben echt niet vooruit te branden. Dat is helemaal niet hoe ik normaal ben. Dus even klagen hoor. Maar goed, ik vind het wel lastig. Want ik kan er niet zo goed mee omgaan. Ik weet niet zo goed ja, wat ik daarmee moet. En ik ben natuurlijk in de vorige zwangerschap overspannen geraakt. Daar heb ik al meer over verteld. Al in mijn eerste video's. En daar ben ik nu niet echt bang voor. Want het is natuurlijk nu... Niet aan de orde, maar ik ben wel weer moe. En de vorige keer was ik ook moe, maar niet zo moe. De vorige keer was ik vooral heel misselijk, maar nu ben ik gewoon echt... Goed, lang genoeg gezeurd. Maar dat is wel even de staverzaad nu. En waar ik daarmee wel een beetje bang voor ben, is dat ik over mijn grenzen heen ga. Want dat merk ik gewoon dat ik dat nu alweer doe. En dat is de link met wat ik net zei, met het overspannen zijn. Daarin ging ik natuurlijk ook constant over mijn grenzen heen. En daar ben ik nu nog wel een beetje naar op zoek voor mezelf. En wat is mijn grens? En tot waar ga ik? En wanneer komt het punt dat je zegt, zo kan het niet verder? En ja,
Dat vind ik wel heel lastig, want ik doe nu al veel minder dan eerder en ik sport nog wel, maar wel rustiger en ja, ik heb niet meer de ambitie om echt 3 keer in de week te gaan sporten, want daar heb ik gewoon echt even geen energie voor. Alleen omdat het nu op dit moment natuurlijk nog niemand vertelt omdat ik zwanger ben, is dat wel wat lastig, want dan vragen mensen je natuurlijk elke keer meer wat super lief is en nou ja, dat vind ik wel wat lastig. Maar ja, verder, ik ga nou vaak al rond 9 uur, 9:30 ga ik naar bed. Dus heel veel eerder naar bed gaan, ja, dat kan ook niet echt. En het is natuurlijk nu wel warm nog, omdat het nog zomer is. Dus daardoor slaap je misschien ook minder lekker. Nou, ik word natuurlijk al veel wakker 's nachts, want ik moet vaak plassen. Dus dat hoort er natuurlijk ook allemaal bij. Maar ja, ik weet nog niet of je deze vermoeidheid echt oplost met een nog rustiger aandoen. Dus, nou ja, en op mijn mamadagen kan ik het ook niet echt rustig aandoen. Want als Max slaapt, dan ga ik echt niet het hele huishouden doen. Dan ga ik hier gewoon lekker ook rustig aan even op de bank zitten of zo. Want dat is mijn rustmomentje in de dag. Dat kan nu nog. En nou ja, als hij wakker is, dan moet ik natuurlijk wel gewoon ook aandacht hebben voor hem. Dus ik weet niet zo goed hoe ik dat anders kan doen. En ja, mijn werkdagen zijn gewoon druk en vol. Het enige wat ik daarin minder kan doen is me uiteindelijk ziek melden of deeltelijk ziek melden. Maar ja, ik ben niet iemand die zich heel makkelijk ziek meldt. Zeker niet gezien mijn historie. Dus dat vind ik ook gewoon heel lastig. Want ik ben zwanger, ik ben niet ziek. Dus, maar goed. Even mijn spinsels, dan weet je die ook weer. Nu ga ik weer verder. Het is vandaag Max's verjaardag. En ik ben gewoon heel wat zenuwachtig, want we gaan het natuurlijk straks vertellen. Ik hoop dat ik er iets van kan laten zien, maar dat gaan jullie vanzelf ontdekken. Maar ik heb echt een beetje er, omdat ik het toch wel spannend vind. Dat slaat nergens op, want iedereen zal ongetwijfeld hartstikke blij zijn. Maar toch, Het is maandag vandaag, de dag na, het feestje van Max. Dus gisteren hebben we het verteld. De reacties waren echt super leuk. Helaas hebben we er echt heel weinig van op beeld gekregen. Dus ik zal er even een beetje over vertellen. We hebben het hier dus verteld door middel van een rompetje, een shirtje. Daar kan ik wel wat beelden van laten zien zometeen. Hey, ja, Jap. Ja. Hoe gaat het met jou? Gaan we naar opa en oma? Gaan we naar Toy Max? Gaan we kijken? Oh, wat heb je? Zit een Charlotte? Of Charlotte Tilburg? Hey, kerel! Nou, dat dus. En dat had. Mijn schoonmoeder las het op een gegeven moment voor, maar die las alleen de voorkant en op de achterkant dus van stond dus ik wat grote broer. Dus die had dat nog niet gezien en mijn moeder had het schijnbaar wel gelezen, maar die dacht wat raar, wat gek of zo. En verder zag nog niemand het. Dus Max liep een beetje rond en op een gegeven moment belde mijn vriendin aan, want die was er nog niet, was de enige die nog miste op het feestje. En nou, zij belt aan, zij komt nog, ze zet nog niet eens een voet binnen en ze leest het al. Dus echt zo, en toen keek iedereen mij zo aan en Michael zo aan. Echt zo, ja, ja, weet je wel, dat was echt heel grappig. Maar dus zij feliciteerde mij ook als eerste, toen zei ze, oh nee, wacht, de eerste moeders, weet je wel. Nou ja, dus dat was echt heel erg leuk. Dus die reactie was echt mooi en heel veel ongeloof, want niemand had het natuurlijk verwacht nu. En wij zelf natuurlijk ook niet, maar super leuk. En ja, het was echt leuk. Iedereen nog weer. Oh, ik kwam Max boven. Michael en Max zijn boven nu. Het is inmiddels maandagavond. Maar goed, dus in ieder geval was dat heel erg leuk. En sowieso was het ook een leuk feestje. Het was heel gezellig. Max is heel erg verwend. Hij heeft heel veel cadeautjes gekregen. En we hebben vandaag zo heerlijk gespeeld. Want vandaag hadden we dus de echo. Oh, Max heeft toch iets. En de echo die was goed. Yay! Helemaal blij. We hebben een kloppend hartje gezien en het was qua grootte ook goed. Het zag er echt allemaal goed uit, zei ze. Dus dat is heel mooi. Was bij een andere gynaecoloog deze keer. En over 3 weken mag ik nu weer terugkomen voor de termijn-echo. Dat doen we dan met ongeveer 10 weken. Volgens de berekening van vandaag zou ik op 1 april uitgerekend zijn. En zou ik dus nu precies 7 weken zwanger zijn.
Zelf denk ik dat het ietsjes eerder uitkomt. Denk zelf aan 30 maart. Maar we gaan het zien. Misschien klopt het ook wel en dat het toch 1 april wordt. Maakt verder jou ook niet uit, want het zegt toch ja, niet alles. Het gaat in ieder geval niet de geboortedatum worden deze keer. Tenminste, kan wel, maar die kans is natuurlijk heel klein. Want Max is op de uitgerekende datum geboren. Maar dat gebeurt is natuurlijk heel bijzonder. Dus we gaan het zien. Ja, dus een goede echo, helemaal leuk. En daar wil ik ook deze eerste geheime vlog, eerste vlog, zwangerschapsvlog mee afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Wil je mijn avontuur en mijn reis door deze tweede zwangerschap heen blijven volgen? Abonneer dan gratis op mijn kanaal, zou ik heel erg leuk vinden. En als je deze video leuk vond, mag je ook een duimpje omhoog doen. Dat zou ik ook echt super tof vinden. En mocht je ook zwanger zijn, ben ik natuurlijk wel benieuwd naar jouw ervaring en jouw verhaal. Hoe voel jij je en dat soort dingen hoor ik natuurlijk graag. Mag in de reacties hieronder, super leuk. En nou ja, dan kunnen we een beetje bij elkaar op de hoogte blijven misschien. Wat ik hierna ga doen is dus wekelijks een updateje filmen en dat online plaatsen. Ik weet niet of ik het wekelijks ga plaatsen of dat ik het koppel, maar dat zul je wel gaan zien. In elk geval van de afgelopen week, dus week 6 van de zwangerschap, zal ik nog gaan filmen. Maar daar maak ik weer een aparte video van, want anders wordt het allemaal veel te lang. En dat is niet leuk om te kijken. Nou, bedankt en tot de volgende. Doeg!